Maar van Polen, dit is lekker, hè? Ja, dit is heerlijk. Misschien het meest lekkere gevoel is nog wel de eerste 25 minuten. Dat we op 2-0 komen, echt goede goals. Ja, het voetbal zag er gewoon echt goed uit. Daarna een periode minder. We kwamen heel slecht uit de kleedkamer. En tegen Tiemann vond ik het echt ook nog heel slecht van onze kant. Er zit altijd wat extra spanning op zo'n eerste wedstrijd van de competitie. Maar ook na de winterstop. En als je dan thuis met 5-2 wint van Heerenveen, waar nou ja, sinds de terugkeer in de Eredivisie nog nooit van gewonnen is. Dan voelt dat gewoon hartstikke goed. En zeker de eerste half uur was ik ook heel tevreden over het spel. Ik ben er heel veel op aan het loeren om in de goede posities te komen. Vaak afvallende ballen, tweede ballen of in de diepte. Ik ben blij dat ik in ieder geval vaak in scoringspositie ben gekomen vandaag. Maar ik ben ook blij dat hij er uiteindelijk even in ging. Je zei net al, voornamelijk verdedigers scoren. Is het ook leuk om te zien dat je een team hebt waar meerdere jongens een doelpunt kunnen maken? Ja, nou, dat is alleen maar goed, denk ik. Kijk, dat we niet afhankelijk zijn van de aanvallers. Dat hebben we voor de winterstop ook al gezien. En dat wat we nu hebben bevestigd. Ik sprak net even met Dirk. Volgens mij maakte hij de allereerste van het seizoen. Dan maakte hij de allereerste direct na de winterstop. Ja, ik denk ook zeker de eerste goal. Een aanval waar heel veel spelers bij betrokken zijn. Uiteindelijk voorzet. En dat hij daar als rechtsback gewoon in de 16 komt. Dat is voetbal wat we graag willen spelen. En dan wordt het beloond. Dus daar zijn we blij mee. Had je enige moment in de wedstrijd het idee dat jullie in gevaar kwamen? Was het misschien net na rust? Ja, nee, na rust. Hij lag er meteen al in. En toen hadden we het echt even moeilijk. Was nog een, volgens mij al in de tweede minuut na rust. Toen was het al 2-1. Dat een schot werd van richting veranderd. En Mickey van der Hart die kon hem nog net redden. Ja, en toen kwam de rode kaart eigenlijk in die moeilijke fase voor Joey van den Berg. En dat heeft ons wel in die fase enorm geholpen. Toen 3-1 werd, toen was het ook wel gespeeld. Kun jij zien wat er daar gebeurde bij die rode kaart? Nou ja, ik heb A, niks gezien. En B, wat ik heb gehoord, viel het ook allemaal wel mee. Maar het kwam ons goed uit, dus ik ga er niet over klagen. Een hele lange tijd geleden dat jij 2 doelpunten hebt gemaakt, denk ik. Ja, ik zei net ook al dat waren zwart-wit beelden, denk ik. Maar het is heel lang geleden MV. Mijn eerste met basisdebuut hier bij FC Zwolle toen nog. Er waren 3 doelpunten. Ja, en ik had zoiets. Ik had tegen Lars gezegd van in de rust, stel het blijft 2-0, dan mag je hem nemen. Want je spitsen die zijn natuurlijk een beetje geil op doelpunten. Maar ik vond hem dit een te belangrijk moment om hem af te staan. Dus ik had zoiets van, ik ga hem zelf nemen. En gelukkig ging hij erin. Als je ook kijkt wat je vandaag op de bank hebt zitten qua spelersmateriaal. En dat vergelijkt misschien met het begin van het seizoen. Je bent echt gegroeid als team. Vind je dat zelf ook? Ja, er zijn heel veel spelers die zijn gegroeid omdat ze nu weer ritme hebben. Veel wedstrijden achter elkaar spelen. Ik vind wat dat betreft Wassim Boey en Wout Brama enorme voorbeelden daarvan. We hebben een aantal spelers die eigenlijk, je weet precies wat je eraan hebt. Dat zijn de Marcellussen en de Van Polens en de Van Hintums en de Ricky Dekkers en de Woutje. Nou, Brama had ik al genoemd. Ja, en dan zie je gewoon dat een aantal jongens dat je zegt, nou ja, de bank is wel heel jong en onervaren. Dat zijn nou spelers die je serieus neemt. Want Kings die heeft het ook weer heel aardig gedaan. En Wouter Marines, Rick Dekker, die jongens. En Quincy Menig, vandaag kreeg hij niet zo heel veel ballen, maar die vind ik ook enorm gegroeid. Dus wat dat betreft, waar je in het begin denkt van, nou, als we blessures, schorsingen, dat soort dingen krijgen, concurrentie. Waar zijn we dan? Dan ziet het gewoon hartstikke, hartstikke goed uit nu. Waar je in het begin van het seizoen misschien toch je bedenking hebt van, hoe goed ben je eigenlijk in totaal? Is dat vlak voor de winterstop denk ik een hele goede test geweest. En nu zie je ook dat jongens die het toen goed gedaan hebben, waaronder ikzelf, waaronder Kingsley, dat die zijn blijven staan op dit moment. De concurrentie is daar zeker. En dat geeft ook aan dat je elke week goed moet blijven presteren. Dus dat is alleen maar goed.